Welkom aan tafel, Astrid en Dick Rakhorst. Jullie hebben de duurzaamste beeldentuin en galerie in Nederland onder de naam InterArt. Ik heb een prachtige wandeling gemaakt. Ik weet dat jullie 25 jaar bestaan en met iedere stap dacht ik, hoe zag het eruit voordat je hier begon? Het was alleen maar weiland, gras, gras en nog eens gras. Een paar hectare denk ik? 3,5 hectare. En dat was natuurlijk een enorme uitdaging om daarmee te beginnen. Omdat wij wel een galerie hadden in het oude gemeentehuis van Heesek Dinter. Maar hier nog helemaal niets gerealiseerd hadden. Wij wilden graag een mooie beeldentuin. Maar wist je dat? Je had eerst de galerie in het gemeentehuis. En toen dacht je, we willen eigenlijk naar buiten met onze kunst. Nee, dat wisten we niet van tevoren. Wij wilden graag een mooie tuin. Dick is een enorme natuurliefhebber. Dat is een napoleontistisch gevoel, Dick. Nou, het was omdat er hier enorm veel mais werd gezet. Ja? Dat vond ik eigenlijk met al die rommel die erop gedumpt werd elk jaar. En ik heb eens ooit geroepen, als ik dat ooit te pakken kan krijgen op de een of andere manier, of pachten. En we hebben het uiteindelijk in erfpacht gekregen. En dat is de reden geweest dat we de tuin gingen aanleggen. En dan snij je dus meteen jouw passie aan en dat is duurzaamheid. Ja. Dat was toen al begonnen. Wij waren daar al sterk mee bezig. En we hebben dat zoveel mogelijk geprobeerd, ook hier in de tuin, op allerlei manieren daar rekening mee te houden, dat we dingen duurzamer gingen doen. Ja, noem eens een paar voorbeelden ervan. Wat maakt het dan zo duurzaam? Nou, dan moet ik een heel stuk over. En dat is de nieuwe galerie waar we dus nu zijn. Die is 4 jaar geleden uiteindelijk tot stand gekomen. Die hadden we 25 jaar geleden al willen bouwen. Maar we kregen 4 jaar geleden de mogelijkheid. En die is heel duurzaam gebouwd met houtskeletbouw. Er liggen hier 97 zonnepanelen. We hebben een warmte-koude opslagsysteem waarbij we warmte uit de vijver halen of uit de grond via een gesloten systeem. We hebben een helofietenfilter waarbij we gezuiverd water weer kunnen zuiveren, waardoor we nog maar 3% leidingwater gebruiken en de rest is hergebruik. En zo, we hebben de meest mooie LED-verlichting die op het ogenblik leverbaar is. Dus we hebben met recht de duurzaamste galerie en beeldentuin van Nederland. Want die titel verdien je natuurlijk ook niet zomaar. Twee gepassioneerde mensen, even terug naar jouw kunst, want ik heb de beelden niet geteld, hè? Heel veel staan er, gigantisch. Ik heb ze ook niet geteld hoor. Allerlei vormen, materialen, noem het allemaal maar op. Weet je nog het eerste beeld of object of schilderij dat je naar binnen haalde in je galerie? Ja, dat was ook een duurzaam object, dat was een beeld van hout. Wat met de opening van de beeldentuin geplaatst werd. Maar een houten beeld is niet heel erg lang duurzaam, dus gaat geen leven lang mee. Dus dat kan ik je nu niet meer laten zien. Nou, inmiddels 200, 300 objecten en schilderijen verder. Die zijn niet hier altijd, neem ik aan, dat je wisselende exposities hebt, ook nou, in de wat tuin. Wij proberen in de tuin te doen, is we organiseren en richten ieder jaar een hele nieuwe beeldentuin in. Helemaal nieuw. Helemaal nieuw. Met veel nieuwe kunstenaars, maar ook oude kunstenaars waar we al jaren mee werken. Ik heb een groot voorbeeld, Ida de Roy, een van de kunstenaars die keramisch werkt. Grote wachten staan voor in de tuin. Gezien, prachtig. Ja, dat is geweldig. Maar de beeldentuin op zich, ieder jaar nieuwe tentoonstelling, ieder jaar nieuwe beelden. Een deel nieuwe kunstenaars, zowel internationaal als nationaal. En de galerie hebben we, iedere 6 weken presenteren we een nieuwe tentoonstelling. Dat kost geld en dan ga ik me altijd afvragen, als liefhebber, hoe moet ik nou kopen? Want ik loop hier en denk, ik vind het mooi, maar moet ik nou met mijn verstand of met mijn hart kopen? Ik adviseer met je hart. Ik kijk altijd met mijn hart. Als ik tentoonstellingen bezoek, ik bezoek kunstenaars, ik moet werk selecteren, dan is het altijd vanuit mijn gevoel, vanuit mijn hart. En wat hier staat, is gekozen met heel veel liefde. Maar je moet het ook terugverdienen. Ja, dat klopt. Want dit zijn mega investeringen. Ik neem aan dat je ook heel veel in conciliatie hebt, of niet? Ja, we hebben eigenlijk alles in conciliatie. Alles in conciliatie, om ook het risico te vermijden. Ja, nou, weet je, natuurlijk, wij zijn verzamelaars geworden. Ja. Dus wij hebben zelf heel veel beelden privé aangekocht. Maar in de praktijk, zoals het in de beeldentuin gaat, hebben we alles in conciliatie. Ja. Nou, is er heel veel ontwikkeling in de kunst. Hè? We zijn al met internetkunst bezig, digitale kunst. Audiovisuele kunst, noem het allemaal maar 3D-printing. Op. 3D-printing. Ja, jeetje, hoe zie jij de toekomst met al jouw kennis? Nou ja, het blijft natuurlijk steeds vernieuwend. Kijk naar maar verdwijnen de schilderijen? We zijn in een fase waarin daar moeilijk een antwoord is te,
op te geven nog. Maar ik denk dat die 3D-printing heel hard gaat. Er worden zelfs nieuwe huizen gebouwd met 3D-printing. Ja, er is van alles eigenlijk mogelijk. Je moet altijd openstaan voor nieuwe dingen. Ik wil eigenlijk heel lang met je praten, want we hebben volgens mij de helft nog niet gehad, maar ik zie de regisseur de hele tijd wuiven. Dus ik ga jullie gedag zeggen. Heel veel succes wensen. 11 mei, officiële opening. Ja. Iedereen welkom, neem ik aan. Ja, zeker, natuurlijk. Hartstikke goed. Natuurlijk. Tot en met wanneer? 12 oktober. Tot en met 12 oktober. Nou ja, als je echt wil genieten van prachtige kunst. Iedereen is welkom bij ons. Tot ziens, dankjewel. Dankjewel.